Vanaf het grote marketingcongres 2015 in de speciale Blue Room zit ik hier met Koen Olde-Oltrof van KPN. Koen, de titel van jouw presentatie luidde: hoe organiseer ik een rebelse marketingafdeling? Zou je dat kunnen? Wat definieert een rebelse marketingafdeling? Ja, rebels was een beetje het thema, dus het is dat is misschien een beetje een groot woord. Maar wat ik eigenlijk heb proberen te vertellen is dat er wat meer ondernemerschap in mag. Dat marketeers iets meer mogen gaan proberen. Ja. En dan vooral bij dat proberen heel veel data-inzichten moeten gebruiken. Ja, wat definieert een rebelse marketeer? Nou, ik denk een rebelse marketeer is een marketeer die dingen uitprobeert. En dat samen met de business doet. En met ideeën komt zelf in plaats van gewoon u vraagt wij draaien doet. Ja, ja, want KPN staat voor een grote reorganisatie. Dat is klaarblijkelijk nodig. Waar liggen de grootste uitdagingen voor het merk KPN? Het merk heeft de afgelopen 2,5 jaar ongelooflijk grote stappen gemaakt. En ik denk de grote uitdaging nu voor KPN is om die lijn vast te houden. En te blijven praten over wat het nou doet in plaats van wat het nou is. Ja. Technologiebedrijven hebben snel de neiging om te gaan praten over 4G of over begin gemist op je televisie. Ja. En wat je eigenlijk moet doen als merk is dat je moet zeggen: als jij je dochter nog een verhaaltje voor wil lezen om 8 uur, dan kan dat. En om 7:15 begint jouw 8 uur journaal. Dus en dat makelen wij mogelijk. Dus eigenlijk komt daar ook de customer centricity meer in terug? Ja, die komt daar ook in terug. Wij werken gewoon heel erg op basis van klantreizen. En dan ga je gewoon praten met de klant. Dus niet onderzoeken doen. Gewoon lekker zelf gaan zitten. Ja. En dan luisteren waar het misgaat. Ja, want wat is het gevolg geweest van het opdoeken van het merk HAI en het opnemen in het grote merk KPN? Nou, KPN wou eigenlijk meer voor jongen. Dat vond ik ook noodzakelijk. Tegelijkertijd hadden we heel veel merken en al die merken, daar zit een fabriek aan. En dat kost dus ook nog eens een keer heel veel geld. Ja, ja. En last but not least, het is zo dat het gedrag van jongeren en het gedrag van ouderen tegenwoordig op telefonie bijna niet meer verschilt. Toch niet? Ook met de opkomst van Snapchat bijvoorbeeld en andere toepassingen? Nou, de applicaties wel, die veranderen wel. Maar als je kijkt naar het gedrag zelf, dus het verbruik van data en het bellen, dus het basisproduct wat wij leveren, dan zit daar eigenlijk niet zo heel veel verschil mee tussen. Nee, ook de oude generatie verstuurt foto's. Jazeker, en zeker mijn moeder. Mooi, altijd goed om te weten. Ja. Laatste vraag, we kunnen er niet onderuit. Per 1 januari vertrek jij bij KPN? 1 februari. Nog een maandje lang. Weet je al wat je gaat doen? Nee, dat vind ik heerlijk. En je kunt er nog helemaal niks over loslaten? Nee, omdat ik het ook niet weet. Ik ben wel aan het praten in andere sectoren dan de IT. Gewoon om eens te kijken. Ja. Maar ik ga eerst lekker een tijdje niks doen. En ik zit nog midden in allerlei trajecten die ik af moet ronden. Dus ik heb geen haast. We doen binnenkort een traject met Daan Rozengaarde. En die zei tegen mij: oh, wat fijn. Je hebt een periode dat je niet weet wat je gaat doen. En al die onzekerheid. Heerlijk. Heerlijk. Ja. Nou, heel veel succes. Graag gedaan. En we zien je volgende stap tegemoet.